Vandaag hebben we de noordkant van het nieuwe station in Breda gebruik genomen. Dat betekent dat de mensen in Breda voor het eerst via deze ingang naar de perrons toe kunnen of naar het busstation. Ik vind het fantastisch, ronduit. Ik wist niet wat ik zag. Normaal sta ik niet zo lang te staren naar de gebouwen in. Maar ik vind het heel mooi. Ja, mooie stenen, mooi strak, zeg maar. Daar hou ik wel van. We hebben het vanaf de eerste steen gezien dat het gebouwd wordt. Dus voor ons een bijzondere dag om te komen kijken. Ik ben wel trots op het nieuwe station. Ja, en gewoon in de provinciestaat is een enorm station. Ja. En met hele mooie materialen hebben ze ook gebruikt, vind ik. Ja. Het is een enorme verandering. Het gebouw wat we hier hebben neergezet is vele malen groter dan het oude stationsgebouw aan de zuidkant. En alle voorzieningen verplaatsen zich ook voorlopig naar de noordkant. Totdat het hele station medio 2016 klaar is. Vanaf morgen gaat u hier naar boven. Het ging al mis toen we uit de trein stapten. Toen gingen we met Rolt naar beneden en toen dachten we gewoon bij de metro, daar moeten we dus niet zijn. Toen zijn we weer naar boven gegaan. Toen hebben we het mannetje maar gevolgd met de uitgang en daar kwamen we aan. Mensen die hebben wel tijd nodig om zich even te oriënteren. Daarom hebben we ook flyers uitgedeeld met looproutes en plattegronden. In de hoop mensen zo goed mogelijk te helpen. Maar natuurlijk is het even zoeken en ook vooral heel nieuwsgierig rondkijken hoe het eruit ziet. Ja, Breda staat op de kaart, hè? Geweldig.